Zaligen ook, hè? Zaligen ook, hè? De kerk loopt leeg, hè? Antwerpen is in feest dan, hè? Dat is traditioneel Moedertjesdag. Men komt daarvoor van ver naar Antwerpen, Nederland, Duitsers, komt allemaal. En dat begint dan met die mis in de Sint-Pauluskerk. Het toffe vind ik eigenlijk dat een hele mensengemeenschap, een hele plaatselijke gemeenschap, eigenlijk erop uit is dat er iets schoons gebeurt. En dat op een heleboel vlakken. Stilte alstublieft. Onze lieve vrouwke veel te veel afgeschilderd als onbevlekt, als rein, als zonder smet, als hemelse macht, als dienares. De vrouw die Lucas uittekent, protesteert tegen de stampende laarzen van Herodes en de machtige op aarde. Lees, herlees dat Magnificat, je zult ervan verschieten.
En dus ik ben eigenlijk altijd fier dat mensen vanuit de verschillende invalshoeken, waar iedereen ook zijn eigen temperament heeft, op een gegeven ogenblik samen kliddert en er iets moois van maakt. En dat maakt u nu als pastoor zo fier dat je naast de schoenen loopt. Ja, maar ik heb die gepoetst.